iedereen moet nu bijna een laptop hebben voor school. Dus dan ga je sneller een film, zeg maar even kijken, snel dan een boek lezen of iets. Het is veel meer dat digitaal meer aantrekt of zo. Dat je minder denkt van, oh, ik ga even lekker een uurtje lezen. Maar liever, ik ga even een aflevering kijken van die serie of zo. Breda Nu. Deze week is de kinderboekenweek van start gegaan met als thema En Toen? Maar vinden mensen eigenlijk dat kinderen nog wel genoeg lezen? Om hierachter te komen gingen wij de straat op met de vraag, lezen kinderen genoeg? Lezen kinderen nog wel genoeg? Naar mijn weten zou het meer kunnen. Ik denk het eigenlijk wel. Nou ja, ik denk dat ze thuis wel genoeg lezen, maar dan meer op sociale media nu. Ik deed vroeger heel veel boeken lezen. Maar dat kwam omdat wij nog niet zo heel erg bezig waren met sociale media. Maar ik vind wel dat ze meer boeken moeten gaan lezen. En dat ze dat ook op de basisschool of op de middelbare school dat wel moeten aanleren. Ik denk van wel, omdat ik zelf heb het tenminste ervaren toen ik klein was dat ik heel veel las. Doordat mijn ouders het heel erg stimuleerden. Dus bij mij in het gezin, ook mijn zusje die leest heel veel. Dus ik denk dat het wel, maar het verschilt wel. Want ik zie bijvoorbeeld ook bij andere vrienden van mij dat ze juist niet willen lezen. Dat ze dat vreselijk vinden. En op de middelbare school heb ik ook wel steeds meer dat ik het minder leuk begin te vinden omdat het verplicht is. En dan moet je verplicht bepaalde boeken lezen die je misschien niet zo leuk vindt. En dan ga je daarnaast ook minder lezen omdat je al die andere boeken moet lezen. Kinderen krijgen nog genoeg lezen op school, maar ze doen nu meer aandacht besteden aan begrijpend lezen in plaats van echt lekker boeken lezen. En ik vind dat ze daar wel meer aandacht aan mogen besteden. Het wordt meer gedwongen nu, waardoor kinderen steeds minder gaan lezen. Zeg maar op school moet je dan boeken gaan lezen en dan wordt het minder leuk. Dus het lezen is misschien niet per se veel minder, maar het is wel minder leuk, waardoor het minder aanzet, zeg maar. We lezen ook altijd op school, wel een half uur ongeveer. Dus. En ik denk ook dat nu steeds meer, voor mijn gevoel ook op basisschool meer technologie wordt gebruikt, zoals tablets en zo. Dat de kinderen toch minder snel gaan lezen en liever iets anders willen gaan doen op die tablet of iets in die richting. Maar meestal lees ik in de avond. En mijn vriendin denk ik ook wel. En overdag lezen we niet superveel. Het heeft denk ik wel grote impact. Je kan makkelijker doe je een filmpje opzetten in plaats van een boek lezen. Maar ik denk dat de ouders daar ook een grote rol in kunnen spelen. Dan bijvoorbeeld even te zeggen, het is nu geen mobiele tijd. We gaan even lekker een boekje lezen. Maar dan moet er wel genoeg aanbod zijn. En ook vanuit school, als je een verplichting ervan maakt, gaan ze ook denken van, oh, moet ik nou weer een boek lezen? Maar aan de andere kant, dan gaan ze het wel doen. Iedereen moet nu bijna een laptop hebben voor school. Dus dan ga je sneller een film, zeg maar even kijken, snel dan een boek lezen of iets. Het is veel meer dat digitaal meer aantrekt of zo. Dat je minder denkt van, oh, ik ga even lekker een uurtje lezen. Maar liever, ik ga even een aflevering kijken van die serie of zo. Het is wel de verantwoordelijkheid voor de ouders om kinderen te motiveren om te lezen. En ook al te zeggen van het is nou klaar met de iPad bijvoorbeeld. Maar het is ook wel de verantwoordelijkheid van de school. Want wij hadden bijvoorbeeld leesmiddagen. Dat we gewoon een boek hadden wat we moesten lezen. En dan heel de middag gewoon moesten lezen. Dus dat motiveert ook wel. Maar dat doen ze nou eigenlijk niet meer. Het is nou allemaal digitaal, ook met corona natuurlijk. Ik denk dat het wel goed is voor kinderen om te lezen, omdat je heel erg je woordenschat vergroot ook. En voor mijn gevoel werkt het ook heel goed voor, je wordt er toch wel een beetje slimmer van. En je pikt soms dingen op die je toch wel kan gebruiken voor school of wat dan ook. Dus ik denk dat het wel beter zou zijn als kinderen weer meer gaan lezen en minder in de les zitten met tablets en dat soort dingen. Gewoon een dag in de week, op de basisschool bijvoorbeeld. In lassen gewoon om een boek te lezen. Ja, dan haal je wel echt die interesse naar boven. Want ze hebben nu dat je naast je eigen schoolwerk moet lezen. En ik denk dat ze daar dan ook geen tijd voor hebben. Want ze willen eerst hun eigen schoolwerk af en daarna komen ze niet meer daaraan toe. Breda Nu.